Welkom bij het vervolg van de gelijkenis die Jezus vertelt in Markus 12. Ik lees zometeen vers 4 en 5. Even een klein aanloopje. Hij vertelt de gelijkenis aan een grote menigte op het tempelplein, met daaronder ook een paar hoge priesters, schriftgeleerden en een aantal oudste leden van het Sanhedrin, van de geestelijke regering van Israël, kun je wel zeggen. En de gelijkenis die hij vertelt begint eerst heel vertrouwd, want dat is een citaat uit Jesaja, maar dan ineens neemt hij een bizarre wending. De lui die als pachter de wijngaard gepacht hebben van de eigenaar, die betalen de huur niet, erger nog, ze slaan de knecht die de huur komt ophalen en sturen hem met lege handen weg. Nou, vreemd. Is dit een incident? Marcus beschrijft wat Jezus vervolgens vertelde in dezelfde gelijkenis. Daarna stuurde hij, dus de eigenaar, een andere knecht naar hen toe die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde die ze doden. En nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Nou, de eigenaar stuurde een nieuwe knecht. Hij denkt misschien bedenken ze zich en was het een opwelling van boosheid en komen ze tot bezinning. Hij heeft tenslotte recht op het deel van de opbrengst zoals overeengekomen is. Hij stuurde geen wetshandhavers op af, geen deurwaarders, geen politiemensen. Ja, die waren er in die tijd natuurlijk niet zo. Dan moet je al via een rechtbank proberen eraf te dwingen. Maar dat viel allemaal niet mee. Zelfs nu niet. Als je in het buitenland zit en je recht wilt halen. Dus nog maar een keer weer een knecht. En de pachters verbeteren zich? Helemaal niets. Ze slaan de knecht, de vertegenwoordiger van de eigenaar, in zijn gezicht. Een zware belediging in die tijd in het Midden-Oosten. Op zijn hoofd, waarschijnlijk staat er. Ze slaan hem op zijn hoofd. Misschien, sommigen hebben zelfs de neiging om te denken, ze onthoofden hem met een verwijzing naar Johannes de Doper die onthoofd werd. Maar het is de vraag of dat klopt. In elk geval, ze onteren hem, ze vernederen hem. En dat is iets wat voor het Midden-Oosten buitengewoon zwaar telt. Het telt ook voor mensen hier uit Nederland. Wij vinden dat ook niks, als we ons zo vernederd voelen. Maar in die samenleving speelt dat een nog grotere rol, lijkt het wel. En het lijkt op de aankondiging, de tweede aankondiging die Jezus gedaan heeft over zijn lijden, dat hij bespot en bespuwd zal worden. Het is wel niet helemaal hetzelfde werkwoord, maar het heeft wel dezelfde intentie. Belediging. Nou, dat was nummer 2. En dan? De eigenaar stuurt nog een. Hij zal wel denken, nou, uiteindelijk zullen ze toch wel ermee akkoord gaan. Maar daar loopt het helemaal verkeerd mee af. Want die wordt vermoord door de pachters. In plaats van dat ze nu ineens wanbetalers zijn, zijn het moordenaars geworden. Dit is echt een absolute dieptepunt, zou je denken, in deze gelijkenis van de pachters. En bizar, te bizar voor woorden. Het is toch te hopen dat dit zelden nog nooit voorkwam, zou je denken. Maar het is nog niet voorbij. Dan stuurt de eigenaar nog een aantal knechten achter elkaar aan daarnaartoe. En die ondergaan allemaal hetzelfde lot. Ze krijgen op hun donder, ze worden in elkaar geslagen, ze worden belachelijk gemaakt, vernederd, ze worden weggestuurd. En ze worden vermoord, sommige van hen. Kijk, dat zeggen de meeste uitleggers. Voor de gelijkenis en wat Jezus in me zeggen wil, hoeft dat niet per se, deze aanvulling. Het beeld van de pachters is al wel duidelijk. Ja, we snappen dat nou wel. Het zijn een stelletje criminelen, dat is nou wel duidelijk. Maar voor de diepere betekenis van de gelijkenis is het een andere koek. Want nu wordt er ineens iets duidelijk van een patroon wat heel erg is. En wat heel erg lijkt op het patroon wat die menigte herkent uit hun eigen geschiedenis. Oh, bliksem. Dit is de manier waarop in de geschiedenis van Israël met profeten werd omgesprongen. Die knechten van God zijn. Die erop uitgestuurd werden om het woord van God te spreken en om rechtvaardig bestuur te eisen. En het houden aan de spelregels van God. En veroordeelden als Israël dat niet deed. Sommigen van hen zijn vernederd. Sommigen zijn in de gevangenis gegooid of in een put. Sommigen zijn op een andere manier beledigd. Sommigen zijn gedood. Ik noem een paar namen. Uria, de zoon van Semaja, is gedood, geëxecuteerd. Zacharia, de zoon van de hoge priester, Jojada, ook geëxecuteerd. Sommigen noemen ook Johannes de Doper in dit rijtje. Die is ook geëxecuteerd. Ook een profeet. En luister naar wat Jezus zegt in het Matthäus-evangelie, in de reden over de laatste dingen. Dan somt hij dezelfde soort opsomming op. En beschrijft hij die mensen ook, die profeten ook, als knechten van God, die op sommige momenten gedood zijn door criminele elementen in de geschiedenis van Israël. Er is sprake van een regelmatig terugkerend crimineel gedrag.
Het wisselt zich af in de geschiedenis, moet ik erbij zeggen. Als er een werkelijk criminele koning geregeerd heeft, komt er vaak een zoon die heel rechtvaardig is en gelovig en probeert God te dienen. Waarna er weer een zoon volgt die weer buitengewoon crimineel gedrag vertoont. Het is net alsof het op en af is. Een geschiedenis die lijkt op deze gelijkenis. En dat betekent dus misschien wel dat de mensen die ernaar luisteren een wat ongemakkelijk gevoel beginnen te krijgen. Misschien ook wel de leiders die erbij staan te luisteren. Want zij zijn tenslotte eigenlijk de beheerders van Israël. De beheerders van de wijngaard. Een geschiedenis van boosaardigheid van koningen, vorsten en gewone mensen. En nu? Wat nu? Gaat de eigenaar optreden? Nou, dat zullen we zien. Want er komt nog wat achteraan. Ik hou er hiermee op en hoop in het volgende filmpje uit te leggen wat de gelijkenis nog meer zegt. Misschien tot ziens dus. In elk geval, God zegen toegewenst.